We gaan zo meteen naar Londen. Yay! Fuck Ierland. Nou, we zijn aangekomen. Oh, god. Mag ik hier filmen? Lando. We zijn in de hotelkamer aangekomen. Oh my god, daar is een kerstmarkt. Ik vind het een beetje raar. Holy shit. Het is wel grappig, want met die touringbus had hij zo te vertellen dat er in 1665 een brand was in Londen. Omdat er iemand in een bakkerij alles liet aanstaan en die moest opletten. En het hele Londen was helemaal gemaakt van hout. Dat is toen helemaal afgefikt. Was echt, ik zou dat zijn. Kijk jongens, het piemelgebouw. En Carrie's hoofd. Hallo Nova. Kaaskoekjes. Ja, kaaskoekjes. Oh jongens, dit is een eekhoorn. Wat? Volgens mij is hij naar nootjes aan het zoeken. Zo. Wow. Wow, hij komt. Holy shit. Hij komt op mijn voet af. Je komt echt dichtbij. Waar is hij? Doeg. Nou, we zitten dus hier in de touringbus. Zoals je ziet, ik heb oortjes in. We horen de hele tijd van die verhaaltjes doorheen. En dingetjes om te weten over Londen. En we zijn hier nu bij de Big Ben. Ja, de enige echte. En daarachter is de London Eye. En daar verderop heb ik nogal goede herinneringen. Want toen moesten we gaan afspreken met school, dat we daar moesten verzamelen en zo. Het is wel grappig om allemaal terug te zien eigenlijk. En we zitten vooraan in de bus eindelijk. Eindelijk hebben we het vooraan plekje gehoord. Ja, we zitten vooraan. Alleen die dingen zijn kut hiervoor. Did you go for the look in the mirror? Till the secrets were all you could see. It's sometimes the picture is clearer, much more than you want it to be. Nou jongens, we zijn nu in Hyde Park bij Winter Wonderland. Zoals je een beetje kunt zien, er zijn helemaal attracties en wij gaan nu warme chocola halen hier. Echt fucking lekker. We gaan lekker chocomel halen om warm hier in te gaan. Ja, het is best wel koud eigenlijk. Het is hier wel heel gaaf. Het ziet er wel zeker gaaf uit. Ja, ik kan nog wel laten zien. Het is hier echt super leuk en mooi. En alleen een beetje iets te duur. Maar het was ook wel gratis entree. Dus best wel logisch. Dom dom! Cheers! Cheers! Oh, Carrie, ik zag het wel. Oh, zie deze bel. Boom. Dit is echt cool. No, wat heb je daar nou? Oh, dit. Iemand is een ballon kwijt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Het is volgens mij Spider-Man. Ja, het is Spider-Man. Doei, Spider-Man. Nou, het is al avond en wij zijn hier aan het eten. En we zijn hier bij een restaurantje beland. En het is hier echt fucking grappig, want het is echt typisch Amerikaans. Met van die bankjes en zo. En we hebben het besteld. Toch? En het grappige is, je hebt hier een Diablo burger. En er is dus zo'n artiest die heet Don Diablo, dus ik vond het wel grappig. Ik heb een burger besteld, Nova heeft pannenkoeken en mijn moeder heeft ook een kiphamburger. Dus daar gaan we zo meteen lekker van genieten. Oh my god jongens, we hebben ons eten gekregen, kijk dan. Kijk. En we hebben lekker frietjes. En nog een hamburgertje. Lekker hè? Njam, 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 njam. Oh my god, dit is echt lekker. Nom, nom. Nou, het is alweer de volgende ochtend en eigenlijk middag. Maar wij zijn hier nu in de Lush, zoals je misschien al een beetje kan zien. En dit is de grootste Lush van het zotheid wereld. En we zijn hier dus bij de onderverdieping aan het kijken. Je hebt hier boven ook nog twee verdiepingen. Maar we zijn even lekker aan het kijken. Toch Nova? Wat vind jij daarvan? Geweldig.
zijn hier nu bij de London Eye. Want zij gaat zo meteen in de London Eye. We hebben trouwens echt heel erg lekker geslapen. En ik ben een dagje vergeten te vloggen. Want ben ik toch een goeie vlogger. Hè? Holy shit. Maar wij gaan zo meteen in de London Eye. Moeder is even de kaart aan het omwisselen. En ik zit hier met Nova. Hallo. We zitten hier echt op een heel spastisch bankje. Kan ik wel laten zien. Kijk, dat is Nova. En het bankje loopt letterlijk zo. The fuck. En wij gaan misschien ook in dat ding daarachter dat wat uitsteekt. Dat is een draaimolen. En ja, ik heb echt heel erg veel zin in London Eye. Jij, Nova? Ja. Ja, hè? Wow, dit is echt een mooi licht. Waar zijn we? Kari, waar zijn we? We zijn in de London Eye. Ja, yeah, we zijn in de London Eye net. En ik ga wel even het uitzicht voor je filmen. Het is echt fucking cool. Wij zijn nu in ieder geval zo hoog. We zijn net erin. En ja, hij kan tot zo hoog gaan. Holy shit. En ja, je hebt hier wel een mooi uitzicht. En hier aan de andere kant zit dus de Big Ben. Daar is de Big Ben. En hier heb je zo meteen uitzicht over de hele stad. Kijk, alle mensen worden nu langzamerhand mieren. Kijk, daar stonden wij de vorige keer met school. Yep. Lol. We zijn dus even bij Shoreditch. Daar waren we dus ook met school geweest. En ik kom hier op een pleintje terug waar we zeg maar een verzamelpunt hadden. En dan zie je allemaal van dat soort figuren die daar staan. Ja, fucking cute. Voor de rest heb ik niks meer gefilmd. Dus als jullie hebben genoten van deze London vlog, dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal van hier beneden. En zoals Gordo zegt... Like en abonneer hier beneden. Jongens, ik ga helemaal brakken.